kunnen ze zeuren dat je moeder het hier niet benodigd kan. Ja. Ja. Nou, beste mensen, het is zondag 23 augustus. O ja? Ja, van het jaar 2020. Ja. Ja, we weten ze allemaal. Ja. En 's morgens komt de thuiszorg om je netjes te verzorgen. Ja? En 's avonds voordat ik naar bed ga, komen ze weer. Toch weer lekker in bed liggen. En dan vraag ik 's morgens, heel lekker geslapen? En zei ja, maar net soms helemaal niet geslapen. Ja. Ja, ik probeer te zeggen ja, alsjeblieft zo'n duurzame van. En waarom dan niet en wat is het dan? Ja, het is niks. Maar ik kan niet slapen die ene dag wel en de andere dag niet. Dat is zo eenmaal je oud wordt. Maar ja, de slaappilletjes? Nee, wil ik nooit hebben. Slaappilletjes, nee. Ik moet of zo kunnen slapen, of maar niet. Dat maar niet. Ja, maar dan duurt een nacht veel te lang. Ja, die is ook. Dan komen ze soms aan 8:30, alleen om 9:00 al op bed. En vandaag ook, en leek tot 12:00 wachten ik hier. En dan misschien denk ik, hoe moet ik nou eens in slaap komen? Ja, ik weet het ook niet. En dan neem ik in, dan ben ik zeker wel een houtje weg. En dan ook wakker, en dan is het pas 3:00. Ja. Het valt niet mee om oud te zijn. Ja, maar vraag dan een slaappil aan de dokter. Ik vraag niet om slaappillen. Waarom niet? Nee. Ik hou niet van pillen. Ik kon liever en dat niet goed. Ik kon liever nog niet eens hebben ik vuur. Maar het zit de molle neem. Nee? Mama doet het nog niet, dan hebben we al die rommel. Ja. Ik wil ook een paar pillen weg. Ik heb olanzapine, die moet ik s'avonds om 9:00 of om 10:00 innemen. Olanzapine, maar die heeft de psychiater me een keer voorgeschreven. Dat is een kop beter, alles beter te rangschikken. Maar die pillen heet toch ook, hè? Nee. Ook weer een dag niet meer. Dinsdag moet ik een pillen halen, woensdag moet ik een pillen halen. Maar dan wil ik die olanzapine eruit hebben. Want die gooi je toch steeds weg. Ik wil geen pillen van een psychiater hebben. Ik heb alleen een bloedverdunner en een pilletje voor mijn hart. Omdat ik een hartinfarct heb gehad. Hoe lang is dat hebben we niet geleden? Alles zo lang. Alles zo lang, zou ik niet meer weten. Woonde ik toen al in dit huis? Hè? Woonde ik al in de schaapmans, in de schip van Alpenpad? Ja. Toen de hartinfarct had? Hè? Toen de hartinfarct had, waar woonde ik toen? In Els. In Els? Ja. Heb je toch gehoord? Ja, maar toen had ik geen hartinfarct gehad. Oh, dan weet ik het ook niet best van. Maar het is over. Ja. Dus ze maken me nou drukker. Ik had ook een keertje gehad, hier lig ik 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. En 10 jaar en er ligt hartinfarct. En toen ook weer in huis. En dus. We hebben winkels allemaal van ouderdom, hè? Ja, maar die hebben 85. 85. Ja, het is hartstikke oud. Ik ben een oude deus. Wat voor jou ben je geboren dan? 35? Dat zou ik niet weten, sorry. Moet ik beginnen wel die vrouw te staan. Je bent wel een geboorte, joh. Ja, natuurlijk weet ik dan wel een vrouwje dan nog. Dat is 35? Ja. 9-4-35. Dat is makkelijk zat. Ja. 9-4 april. Nee, 9 april. Ja, 35. Ja. Ik heb al lang overleefd. Pa is al 23 jaar dood. Ja. Ja. Hij heeft hier ook nooit gehoord in Nederduske. Nee. Als hij nog terugkomt, is ze me kwijt. Ja. En ze eten was mijn vrouw. Je hebt de noordenzon vertrokken. Ja. Ja. En nee. Nee, pa, ik heb niet meer genieten. Hij was 65. En hij dan denk ik 40 jaar gewerkt heb. En kreeg het was goed. Nee, dat ben je dood. Ja. Ja.
Maar hij had suikerziekte, hè? Hij had suikerziekte, hè? Ziekenhuis. Suikerziekte had hij, hè? Moest twee keer daar spuiten. Ja. En toen moest het been eraf. De voet zat heel erg. Was heel broos. Toen moest je naar het ziekenhuis en toen moest het been eraf. O jee. Wat eng was dat, ja. Ja. Maar daar weet ik niks van. Hij heeft het hele ziekenhuis afgebroken. Toen ze daar de been eraf gehaald hebben. Ja, toen moest hij mee naar huis. En ik vermoorde met zijn man. Ja. Ja. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik kreeg er een mooie been weer terug. Ja. En dat is zoals de werkloos zei, zo. Been in een hoek, de tanden in een bakje. Ja. Ja, en zo heet dat. Ja. Het lijf kan mooi zijn, maar het kan ook heel hard zijn. Hè. Mijn paarden was een man. Die was altijd heel rustig en tevreden met alles wat hij nog kon doen. Hmm. Ja. Ja, nooit, nooit geklaagd, onbegrijpelijk. Hij is ook een lijf, hij is zo'n hoop van alles zet en nooit geklaagd. Nou, dat is wel geweldig. Ja. Ja. Nou, ik heb genoeg gepraat, zou ik zeggen. Nou, ik kan nog wel even duwen. Ja. Nee. Oh ja. Ja, waarom ook niet, hè? Hè? Waarom ook niet, hè? Wat? Praten. Ja. Ja, maar ik wil nooit slapen. En dat eten, want je moet oude mensen dat je doet. Ja. En zijn er misschien kijk. Ja. Toen je toe kwam, toen regen het een beetje. Ja, maar we hebben wel fijn een hele hoop bij je regen gehad. En we zullen nog zitten drammen. Op een keer rijdt en door rijdt het. Ja. En nu is dat weer terug. Ja. Ja. En nu is dat weer goed geweest. En genoeg regen gehad. Ja. Het is zomer, dus de zon misschien. Maar van de winter moet de verwarming weer aan, hè? He? Van de winter moet de verwarming weer aan, hè? O ja? Ja. Ben je gek? Dat hoeft niet. Nee. Maar ik kreeg hier al mooi €400 terug van het gas. Ik 200. Terug? Ja? Ja. Hoe betaal je dan? Dat weet ik niet. Ik zou nou moeten kijken, maar dat begin ik niet aan. Ik betaal €100 in de maand. Ja. Nou, ik kreeg alleen €200 terug. En verder kijk ik er niet naar. Allemaal werkvergondering. Komt niet meer terug dan allemaal. Hm. En hoef ik lekker niet meer naar te kijken. Nee. Nee. En zo, nou is het klaar. Ja. Korte opname. Smot ook niet zo lang zijn. Minuten 5 zo. Ja, meer dan zat. Ja, dat is meer dan zat. En zijn ze maar uit. Ja. Met de trui, de polo is mooi wit, hè? Mm-hmm. Er zaten vlekken in, ik moet je wassen. Ja. Ja. Ja, ik zal hem afzetten. Nou, beste mensen, tot de volgende vlog. Doei.